Hallo, welkom in een nieuwe video. Vandaag ga ik voor jullie Mario Kart Deluxe spelen op mijn Nintendo Switch. Ik heb hier al mijn bakje klaar. Ik ga namelijk vandaag met één bakje spelen. Zo. Als jullie trouwens nog video's willen zien van mijn Nintendo Switch, laat het hieronder even weten. En laat ook even weten of dat je van de opstelling vindt. Het is namelijk zeer erg geïmproviseerd. En je gaat waarschijnlijk ook een klein beetje reflectie zien in het scherm. Of dan misschien. Yes, oh ja, dan kan je mij niet meer zien. Zo, dit is de ideale balans. Zo. Tijd om te spelen. Ik ga proberen een ronde te spelen die ik nog niet heb gespeeld. Op 50 cc. Maar welk monnetje? Oh, deze is zo cute. Vandaag ga ik spelen met baby Luigi. Omdat ik heel veel centjes heb geraapt in de vorige races, kan ik nu een gratis voertuig krijgen. Ik ga vandaag met deze brommer. Deze wielen. Ik vind de wolkjes wel leuk als luchtaanhangsel. Welke race gaan we doen? Ik denk niet dat ik deze al gedaan heb, dus we gaan deze doen. Met één controller kun je trouwens ook met twee spelen. Maar momenteel speel ik enkel met deze controller. Oh, super schattig parcours. Even gas geven zodat ik een head start krijg. Het lijkt moeilijk op zo'n klein scherm. Wat handig is eigenlijk dat je het gewoon overal kunt gaan neerzetten. Je kan het trouwens ook spelen op tv of een klein beetje zoals een Game Boy. Leuk aan deze versie van de Nintendo van Mario Kart is ook dat je meerdere cadeautjes in één keer kunt hebben staan. Ik denk een stuk of twee. Kijk, nu zie je. Dat is leuk dat die niet gewoon maar verspild wordt. En mijn bakje is ook echt niet te klein hiervoor. Hoe ben ik nu de vorige ronde aan het doen? Dat is leuk. Is dan nog altijd de eerste. Of zal er iets fout met mijn nummer ging? Ik denk het niet. Ik denk dat het zo'n kleine reis is dat je 7 laps moet doen. Nee, mijn held. Het held is belangrijk omdat je daarmee dan nieuwe voertuigen hebt en zo. Ik zie echt helemaal niks op dit parcours. Ah, alle muntjes. Iedereen pakt altijd alle muntjes af. Allee. Ja, je wel, je kunt ze afpakken, maar op zich helpt je dan niet echt in de race. Dit is mijn laatste lap. Joehoe, ben eerste gefinished. Yeah, volgende. Ik vind het echt een heel handige console. Misschien ga ik voor de volgende video wel wereldwijd spelen. Dit is Kaasland. Lekker. Maar dan verlies ik wel.
Op wereldwijd. Op wereldwijd win ik nooit. Woehoe, mijn boost is goed gelukt. Kijk, nu heb je maar 3 rondes als een normaal race eigenlijk. Ach, ik had nog maar 1 centje. Ja, ik probeer de centjes te halen. Ik vind die schelpen echt niet leuk. Wel om uit te delen. Oeh, kijk, hier heb je nu dubbele blokjes. En dat is leuk omdat je dan 2 beloningen hebt in 1 keer. Wordt die, reken nu weer tegen. Kijk, daar hebben we die. Ah, ik kom nog een tweede. Ah, ik ben tweede. Mag geen tweede zijn. Voilà, opgelost. En nu ga je hier niet in rijden en hier ook niet. Zo, 1 lap gedaan. Toch een laps. Ah, boom. Maar wel centjes. Zo, toch nog 2 gerecupereerd. Toen de schildpad. Kijk, nu heb ik een maximum van 10 centjes. Geen idee of dat de centjes daarna nog worden opgeslaan voor later, maar ik denk het. Ik ga wachten tot ik weer een botsing krijg om dat centje te recupereren. Voilà. Nu kan ik dat centje ook niet pakken. Oh, dat was slim voor mij. Ik ben met een bliksem geladen. Ja, ik smeet soms echt mijn mannen zo stom. Die ballen in de weg zijn wel echt zo irritant. Omdat je dan een spin krijgt en dan mee. Yes, ik zit weer aan de finish. Woehoe! Gewonnen! Boom. En je zou denken dat dat bakje te klein is of zo, dan, maar totaal niet eigenlijk. En deze knop, de zit-R-knop, is handig omdat je dan zo je vingers erop kan laten rusten. Oeh, dat is een mooie race. Lekker natuurlijk. Ik ben natuurlijk vergeten te kijken naar de naam. Soms zou ik mijn bananen bij worden om dan op een schildpad af te schieten. Het acteren die niet zo heel erg vaak lukt, omdat je nogal net op tijd je banaan op je schildpad moet gooien. Ja, ik weet niet of je het kan kunnen zien in deze races, maar je kan ook heel erg leuk onder water. Iets die in heel weinig andere Mario Kart races in de vorige editie
werd gebruikt. Kijk, moet dat hij nog altijd mijn scherm aan het filmen is. Zo aan deze kant een keer nemen. Dat maakt het wel altijd leuk als je twee routes kunt nemen. En toch hetzelfde punt berekenen. Maakt het een klein beetje ingewikkeld. En ook nog een verschil met de vorige editie van Mario Kart is dat je in deze editie, als je valt, word je opgeheft door een schildpad. Geen idee wat zijn naam is. In de plaats van dat je echt valt. Natuurlijk verlies je een beetje tijd, maar niet zoveel als vroeger. En het is ook iets minder gemakkelijk geworden om te vallen, heb ik de indruk. Maar het zou kunnen dat dat nog verandert. Hoe beter ik word in het spel, nu speel ik vooral nog op 5e sessie. Ook is Rainbow Road iets veranderd als je niet om de 5 seconden afvalt. Nog steeds geen zo makkelijk parcours, maar... Het is ook leuk om de... races uit de vorige edities. Het is leuk om te zien hoe mooi eigenlijk dat ze een upgrade hebben gekregen. Een soort 3D upgrade, maar dan niet in de lelijke... Oh, dat was slom. Slom. Kijk, dat bedoel ik. Dat was stom. Dat je sommige parcours echt herkent uit de vorige editie. Maar dat ze eigenlijk echt mooier zijn geworden, omdat het 3D-effect echt een upgrade geeft. Je kan nu namelijk rondrijden en parcouren en zo ondersteboven. En dat helpt echt met de beleving van het spel. Volgende reis. Echt leuk. Oh, Animal Crossing. Die gaan normaal door verschillende seizoenen. 2. 1. Oh ja, dacht ik al dat ik net iets te vroeg was. Ach ja, we gaan het vlug inhalen. Zo, inhaald. Ja, te lang over geduurd. Kijk, Zelda, of nee, dan noem ik niet Zelda, dan noem ik Like, denk ik, of zoiets. Ja, leuk personage om mee te spelen. Toch een mooi parcours. Die roze bomen. Echt nog altijd geen idee wat deze toeter effectief voor nut heeft. Maar wacht, er draait iemand, maar dat zou gewoon zijn omdat hij op een banaan reed. Nog altijd niet genoeg muntjes verzameld. Zie je water, kan je nu met de stromingen open? Dan kun je kijken of er een ander parcours is rondrijden. Zou dat niet zijn van een spel, dit parcours? Geen idee. Ik denk het wel. Toen mijn denken aan het spel. Oeh, ik zet nog een ding op. Oeh,
dat was leuk. Ik heb de bom kapot gemaakt met mijn Twitter. Dat is chill. Wie. Een centje. Er zijn ook een aantal nieuwe effectjes. Jij, we zijn er. Woep, woep. Wel een nadeel, in de vorige versies kon je een timeslot zien. Welke tijd hij geëindigd was en welke tijd de andere achter jou gereden hadden. Nu kan je dat niet meer zien. Ja, ja, kijk naar onze einduitslag. Dat wordt spannend. Wie zou er winnen? Nog een overzichtje, maar dat ga ik overslaan. Ik heb gewonnen. Kijk, hier krijg je nu de melding van nieuw voertuig, nieuw bandenset of nieuwe vleugel is beschikbaar. Yes, ik heb gewonnen. Zo, dat was het dan voor de video. Als je in een volgende video een battle wil zien, dat kan namelijk ook. Laat het me dan zeker even hieronder weten. Of een online toernooi of een ander toernooi. Laat het ook even weten. Laat ook even weten of dat jij een Nintendo Switch hebt. Dan kunnen we misschien samen spellen spelen. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Doodles!